Ik ben vandaag op pad van mijn vader. Mijn vader is fysiotherapeut. Je hebt hem waarschijnlijk eerder gezien in mijn andere vlog van Moederdag. En hij werkt op verschillende locaties in Bouwen, waaronder in een serviceflat. En laat nou die eigenaar van die serviceflat hier in Groningen wonen. Dus ik ga hem verrassen met bonbonnetjes. Hallo! Hoi. Ik was op zoek naar Michael Klok. Ja, ben ik. Jij bent dochter van René. Ja, dat klopt. Ik kom jou uit verrassen. Nou, wat wel leuk. Ja, ik heb iets voor je meegenomen. Het is echt uit Brabant. Ja? Want hij wou jou eigenlijk graag verrassen. En hij vond het namelijk heel erg fijn dat hij zo'n mooie werkruimte heeft in Ekerode. Hij vond het leuk om jou even in het zonnetje te zetten. Nou, wat ontzettend aardig, joh. Ja, en klopt het dat jij mij dus ook gesponsord hebt? Ja, dat klopt. Ja. Ben je onderweg naar haar? Ja. Oh ja? Dat ga ik hierna doen. Ah ja, wat leuk. Succes, dankjewel. Dank je. Yes, doei! Zo, nou wil het toeval dus dat Michael mij ook heeft gesponsord om een bloemetje te gaan bezorgen in Haren. Nou, check. Een prachtige bos bloemen. Die ga ik zo afgeven bij de heer Eikelaar en ik hoop dat hij thuis is. Hallo meneer. Hallo. Ik kom u een bosje bloemen bezorgen. Nou. Michael Klok die heeft mij gesponsord. Ik loop namelijk 19 dagen hard voor het goede doel. Oh ja. En hij sponsort mij met het lopen en met het bosje bloemen. En waar komt u vandaan? Ik kom nu uit Groningen. Nee, maar waar komt u vandaan? Ja, uit Brabant. Waar dan? Eindhoven. Oh ja, dat is niet een goede deel. Nee? Ik kom uit Breda. Breda, oh, dat is een mooie stad. Ja. Prachtige stad. Goed. Nou, als het geen coronatijd was geweest, was ik bij die meneer even een kopje koffie gaan drinken. We blijken dus allebei Brabanders te zijn, alleen kom ik niet uit het goede deel van Brabant. Maar Breda is ook wel een heel mooi, hele mooie stad, daar kan Eindhoven natuurlijk niet tegenop. Ik ga naar huis lopen. Doei! Grappig! Ja, natuurlijk! Ga zo door! Alles bij aan uw kant! Oh, dit is superleuk! Dit was dag 16. Ik heb bijna 10 kilometer gelopen. Het ging echt super goed met mijn knie. Ik denk dat ik het daar nog heel erg ga missen. Nog maar 3 dagen te gaan.